stardom kennen we niet. Ik bedoel, het hoogste wat je kunt halen in Nederland is dat ze zeggen over je, nou, niet slecht. Dit boek verscheen vorige week, Henny. Een biografie van Henny Huisman, een televisie-icoon uit de jaren 80, uit de jaren 90. En hij zit hier, want we zijn bij hem te gast in Castricum. Meneer Huisman. Henny, hè? Gewoon. Henny. Ja, ja, Henny. Beetje jong doen, hè? Ja, heel goed. Even voor natuurlijk, hè, al onze jonge kijkers. Met wie kunnen we Henny Huisman vergelijken als we nu naar de televisie of YouTube of wat dan ook kijken? Ruben Nicolai of zo. Oh, oké. Okay. Ja, zo'n soort type, ja. Dat zegt de mensen wel iets, ja, denk ik. Ja. Dit is dus een biografie over voornamelijk het werkende leven van Henny Huisman. Als je het hele boek doorgelezen hebt, dan is de conclusie eigenlijk dat alles wat ik gedaan toch een grote luchtballon was die ik doorprikte. Met wel een fantastisch leven en prachtige dingen meegemaakt. Maar het is uiteindelijk allemaal niks. Het is gebakken lucht. Je noemt het volgens mij ook ergens boerenkool showbiz, zag ik voorbij komen. Ja, dat is zo, ja. Dat is de Nederlandse showbizwereld. Ja, dat is. Of was de showbizwereld? Of is die nog steeds zo? Nee, dus er komen nu aardappelen bij, zeg maar, om te stampen. Nee, het is altijd zo gebleven. Ja. Wij kennen dat niet. Stardom kennen we niet. Ik bedoel, het hoogste wat je kunt halen in Nederland is dat ze zeggen over je, nou, niet slecht. Kom minder, zeggen we in Groningen. Oh ja, kom minder, ja. Ja. Mensen zijn heel nieuwsgierig wat Henny Huisman schrijft. Dan ontstaat er ook wat ophef, daar gaan we nou niet over praten. Maar jij wordt dan toch wel weer een beetje boos over die ophef die erover ontstaat. Waarom is dat dan eigenlijk? Nou ja, omdat er dan wordt gezegd dat het een soort Gordon-boek waar hij met iedereen afrekent. Ja. Dat is het helemaal niet. Alleen, je moet je voorstellen, 20 jaar geleden werd ik 50 en dan had je een heel verhaal. Met Marco, waar we het niet over hebben. Maar dat was toen. Dus mensen begrijpen dan niet helemaal dat het nu al lang al voorbij is. Want dan wordt het zo kinderachtig allemaal. En raakt het jou dan dat media als de Telegraaf en RTL Boulevard dan dat gebruiken om heel hard naar jou weer uit te halen op dit moment? Nee, want kijk, het maakt wel uit wie het zegt. Er zat een jongen bij Boulevard. Dat is heeft helemaal geen verstand van. Ik bedoel, die is nu 30, dus ik was al 5 jaar bezig, toen moest hij nog geboren worden. Dus wat kan hij nou zeggen over mij? Hou op, zeg. Ja. Dat vind ik gewoon een droplul. Maar er moet toch een publiek zijn voor Henny Huisman nog, zou je zeggen? Nou, er is een hele grote groep en die zelfs al waarschijnlijk bij Max zit of zo. Ja. Heb je ooit met Jan Slachter contact gehad? Jawel, maar die vond me dan weer overenthousiast. Overenthousiast? Ja, hij had gezegd. En die wil te graag. Ik ben de helft van je leeftijd. Ja. Wat zijn nou tips voor een jongere televisiepresentator? Nou kijk, wat jij nu doet, hè, zoals ik je nu ken, dat zal altijd een beetje aan je kleven. Dus jij moet deze jongen blijven die je nu bent. Alleen groeien. En dan bijvoorbeeld een Jeroen Pauw worden of zoiets. Kijk. Snap je? Dat is jouw kant. Ja. Dan laten we het gewoon daarbij. De nieuwe Jeroen Pauw. Kun je het even tegen de kijkers zeggen? Dan kunnen ze aan het idee wennen namelijk. Dames en heren, ik weet niet of u het onmiddellijk doorheeft. Of en jongens en meisjes. Maar de nieuwe Jeroen Pauw zit hier naast me op de bank.